Het nog te bouwen hostel aan de Amnesty Internationalweg is voor drugsverslaafde daklozen. Het tweede hostel is bedoeld voor 60 alcoholverslaafden. Bouwman uit Rotterdam gaat het runnen, die is daarin gespecialiseerd. Eerst de middelen zeker stellen, want zonder middelen kun je wel over allerlei locaties en plannen nadenken. Zonder geld realiseer je niks. Maar de tijd begint te dringen. Absoluut, haast is geboden. Want het hostel moet worden betaald uit de AWBZ. Door bezuinigingen wordt die pot steeds kleiner. Maar zonder goedkeuring van het zorgkantoor komt er helemaal geen geld. Vanuit de gemeente, samen met de partners waarmee wij in de taskforce zitten, hebben we deze week een brief richting het zorgkantoor uitgedaan, waarin we de urgentie, het belang van uitbreiding van capaciteit bovenop de 24 aangeven. Bouwman moet de kosten op een rij zetten en de offerte voor 1 augustus inleveren bij het zorgkantoor. Pas als de financiering rond is, gaat er gekeken worden waar Bouwman het hostel wil vestigen. Wij vragen aan hun met voorstellen te komen die wij vervolgens zullen toetsen. En dat traject dat moet dan gaan lopen. Het komt in een van de wijken, de binnenstad is uitgesloten. In ons politiek akkoord staat deconcentratie van voorzieningen in de binnenstad. Dat betekent dus dat een dergelijke voorziening niet in de binnenstad gerealiseerd wordt. Opmerkelijk is dat het hostel voor 24 drugsverslaafden veel protest opleverde. Maar over het hostel voor meer dan 2 keer zoveel alcoholverslaafde daklozen lijkt niemand zich druk te maken.